Arie, wacht eens even. Is hier een ongeluk gebeurd, Piet? Allemaal borden met keer om. Vroeg even lockdown. Hey, waar denk jij het eraan? Ik wil de stad uit. Ik moet namelijk wat ophouden voor mijn ouders in Blocksburg. Je mag de stad niet uit. Ik mag de stad niet uit? Hoezo mag ik niet uit Broekhaven? Zie je die borden niet? Ja, wat is er aan de hand dan, meneer? Nou, is een broek even griep? Een broek even griep? Oké dan, maar iedereen is al een keer ziek. Ik ga er vandoor, oké? Ja, nee. Meneer, kunt u aan de kant als de meneer? Nu uit je auto stappen. Uit mijn auto stappen? Ja, omkeren. Nee, je mag hier niet langs. Nee, joh, doe eens niet zo brutaal. Ik moet er is een lockdown. Okay. Lockdown? Wat is nou weer lockdown? Nou, dat je in de stad moet blijven. Waar slaat dat nou weer op? Ze is alweer met die regels hier in Broekhaven. Als ik Broekhaven uit wil, mag ik dat zelf bepalen. En als ik erin wil, dan kan ik dat toch ook weer bepalen. Ik woon hier tenslotte al meerdere jaren, oké? Ja, je woont hier. Dan mag je hier ook even blijven. Nee, maar ik heb spullen nodig, oké? Ik moet een YouTube-video maken. Voor mijn kijkers. Je mag er niet langs. Slaat dit nou op, hè? Laat me niet de klacht indienen bij het Broekhaven politiebureau om jou, hè? Weet je baas wel dat je hier mensen ophoudt die gewoon aan het werk zijn? Ja, dat weet mijn baas heel goed. Dat zullen we nog indienen, wel zien. Dan moet je naar de gemeente. Ik denk dat als ik een klacht indien dat jij je baan kwijt bent, ventje. Nou, dat denk ik niet. Zit je nou een theesel om mij te richten? Ik doe toch helemaal niks? Nou, je staat me nogal aardig te bedreigen hier ook. Bedreigen? Jij bedreigt mij hier met je lockdown en je griep. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens een verkouden neus of zo, of een snotneus. Thuis, je hebt een snottebel hangen trouwens bij je neus. Misschien moet je die even ophalen. Ja. Als jij dat even doet, dan rijd ik even naar Blocksburg. Nee, je mag hier echt niet langs, meneer. Kom op nou. Wacht, waar moest je zijn om een klacht te dienen, zei je? Bij de gemeente, bij de rest. Bij de gemeente, bij de rest? Wat bedoel je bij de rest? De rest van Broek even natuurlijk. Weet je wat, breng me er dan maar heen, oké? Ik zet mijn auto hier aan de zijkant. En tot die tijd gaat die auto hier niet weg, heb je dat begrepen? Ja, is goed. Weet je zeggen wat ik moet doen als ik je broek even uit wil, dan bepaal ik dat zelf wel, oké? Ik stap wel in de auto, kijk eens aan. Ik vind het wel raar hoor, ik snap dat u uw baan doet, maar ik moet ook gewoon mijn werk kunnen doen, oké? Ja, maar je mag de stad gewoon niet uit. Maar wat moeten ze bij het gemeentehuis dan? Die mensen hier. Meneer, wat kunt u hierover vertellen nog meer? Wat is je allemaal aan de gang? Wat is er aan de hand? Op dit moment een hele erg griep gaande. Sorry, mag ik even onderbreken? Kijk, we zijn ook benieuwd. Wat gebeurt er allemaal? Jullie twee daar een beetje afstand houden, hè? Wacht eens even, ben jij een verslaggever van het nieuws? Van het Broekhaven nieuws? Oh, ja, zeker, dat ben ik. Journalist Penny, toch? Ja, absoluut, dat klopt. Oké, Penny, kan ik een aantal vragen stellen? Ik ben namelijk nieuw hiermee. Ja, vraag maar aan. Wat is er precies aan de hand? Ik probeer in het Broekhaven uit te gaan en opeens word ik staande gehouden door deze agent van je mag niet verder, hè? Niemand mag Broekhaven op uit. Een lockdown over een griep of zo heb ik gehoord, maar meer weet ik ook niet. Daarom sta ik hier. Dokter, jij moet me vast wel mijn vragen kunnen beantwoorden. Wat voor lockdown? Wat is hier aan de hand, Joy Broekhaven? Ja, inderdaad. Wij willen antwoorden. Ik heb op dit moment een hele erge griep ontdekt bij de patiënten in het ziekenhuis. Een griep? Wat voor griep? Ja, een hele aparte griep. Die raast heel erg over Broekhaven heen. En daardoor wordt iedereen ziek. En die griep is zo heftig dat het de luchtwegen kan infecteren. En medicijnen bestaat het opeens niet meer of zo? Nee, het is een nieuw ontdekte griepsoort. Dus, een nieuw ontdekte griep? En daar zijn we op dit moment flink mee bezig. Oké. Je moet beter je vest doen. Film mij even. Ik wil je even live verslag geven op televisie. Oké, dat is goed. Die heb ik natuurlijk bij me. Kom maar. Oké. Nou, zoals jullie weten is er momenteel een Broekhaven lockdown gaande. En er is een of andere rare griep ontdekt. Waardoor niemand meer uit Broekhaven mag. En ook niet meer in Broekhaven mag. Deze dokter die probeert hier iets wijs te maken. Maar wie zegt dat die griep bestaat überhaupt? Zijn er bewijzen van? Ik bedoel, jij bent niet ziek, ik ben niet ziek. Zijn er überhaupt mensen hier in het publiek die ziek zijn? Ja, ik ben ook niet ziek. Anna? Ben jij dat? Ja, Dennis. Wacht even, Anna? Wat is met jou aan de hand? Wel afstand houden. Dennis, ik kan niet meer lopen. Wacht, ben je aangereden, Anna? Nee, ik ben hartstikke ziek. Je bent ziek? Ja. Door de broek even griep? Jij denkt je afstand houden. Ik denk het, ik weet het niet. Maar wat is dit dan? Hoezo kan deze mevrouw die ziek is opeens niet meer lopen? Zijn dit de bijwerkingen? Het virus is zo erg gestegen naar de hersenen, waardoor haar zenuwen ook niet meer werken. Wat? En de spieren ook niet meer, dus ze raakt
echt verlamd langzamerhand. Ja, maar als je niet echt vindt, neem ik even afstand. Nee, heb je ook zo'n kappie voor mij? Heb je ook zo'n kappie voor mij, dokter? Ja, even bij je. Ja, zeker, zeker. Oké, kan je die even geven? Uit, ja. Dankjewel, oké? Okay? Ik geef je neem als een toetvriend. Geen probleem, geen probleem. Dokter, mijn kinderen zijn ziek. Hé, doe even zo'n kappie op, ja? Doe zo'n kappie op, ja? Heb ik niet, waar haal ik dat? Ik moet mijn kinderen naar school brengen. Mevrouw, blijf jij maar een beetje op afstand. Ja, je bent flink aan het toesten. Ja, heel flink. Ze begint helemaal te zweten, joh. Hou een beetje afstand, dame. Ik ga hier staan, als je die ik wil de burgemeester spreken, oké? Dit kan zo niet langer. Ja, wij willen de burgemeester spreken. We willen weten wat die aan de hand is, oké? Kunnen we naar boven? Ja, wij willen naar de rechtszaal. Oké, lopen. En jij voordat je naar binnen gaat, weet zeker dat je zo'n kappie op doet, hè? Welkom bij de rechtszaal. Dag, meneer de burgemeester. Nou, wat is dit voor bijeenkomst? Ik had gehoord dat we hier moesten zijn om vragen te stellen en dat soort dingen. Inderdaad, dat heeft u correct. Oké, wij willen antwoorden. Ik sta wel als eerste. Burgemeester, hoe is deze griep ontstaan in Broekhaven? Hoe deze griep is ontstaan is onduidelijk. Deze dokter hier naast mij weet waarschijnlijk er meer over. Oké, dokter, vertel ons meer, dokter. Nou, ik had een hele zieke patiënt in mijn ziekenhuis. En die had al verschijnselen van de griep waarvan ik eigenlijk helemaal niks af wist. Maar het blijkt zo te zijn dat die griep heel erg besmettelijk is. Dus al mijn collega's waren besmet. En op een gegeven moment ook al een paar andere bewoners van Broekhaven. Bij deze waarschuwen we iedereen om zo nodig in Broekhaven te blijven. Inderdaad. Wij adviseren iedereen die in Broekhaven woont, Broekhaven niet te verlaten. Sterker nog, dat hebben we sinds vandaag ook verboden. Het is verboden om Broekhaven te verlaten? Inderdaad, Broekhaven zit in een lockdown. Of in een andere stad, dat mag opeens niet meer. Ik bedoel, ik ben ook wel eens een keer in Live Together geweest. Barry Avenue, Bloksburg, daar mag ik dus nu helemaal niet meer naartoe. Broekhaven zit per direct in een lockdown. En hoe zit het met de mensen? Ik zie ook bijna niemand op straat. Wat is daar de reden van? Iedereen moet ook in huis blijven. Zoveel mogelijk althans. In huis blijven? Goeie maar werken. Hoe moeten we werken? Dan moeten we vanuit huis werken en dat soort dingen. Inderdaad, iedereen moet vanuit huis werken. En die vrouw met haar kinderen, hoe moeten die naar school dan? Ja, hoeveel zij dit gaan thuis doen? Ze moeten thuislessen gaan nemen. Ik ben toch geen leraar? Hoe dan allemaal online of zo? Inderdaad. En wat doen die kappies? Die blauwe kappies die de dokter heeft gegeven, wat doet dat dan? Dat zorgt ervoor dat het virus zich niet verspreidt. Maar hoe verspreidt het virus zich dan? Door de hoest en dat soort dingen? Of, Inderdaad, door al het snotteren en zo. Goeie vraag, inderdaad. Hoe lang duurt deze onzin? Dit zooitje onzin? Dat weten we niet. Waarschijnlijk dat is onduidelijk. Ja, en hoe lang duurt dat medicijn? Oké, mensen worden ziek. Je bent toch een dokter? Wat sta je hier zo te doen, joh? Ga zo naar werk, man. Doe het op een paar weken. Nee, is dat hier een beetje niks doen? Nee, niet uw stem verheffen, jij persoontje daarvoor. Ik heb nog een vraag, meneer de burgemeester. Waarom heb jij geen kappie op? Ik kan me in, meneer de politie. Ik heb een snor die alles verbergt. Mijn neus en zo, dus... Volgens mij maar gaat het virus niet in uw snor? Zit er de griep van Broek even? Eventueel, maar je kan jezelf wel gelukkig niet ontsmetten. Maar hoeveel mensen werken aan het medicijn? Ik bedoel, een vriendin van mij hier, Anna, ze kan opeens niet meer lopen, oké? Wat als het erger wordt? Is het zo dat het dodelijk is? Kunnen de mensen doodgaan aan de griep van Broek? Het zou kunnen, inderdaad. Oké, meneertje, dan moet je maar heel snel aan de bak, jij dokter. Ja, dokter Wijsneus. In plaats van hier een beetje praten, je hebt al een hele grote mond hier, hè? Ja, nee, als jij dat gewoon allemaal niet had ontdekt, deze griep, dan was er niks aan de hand. Dan was hij er waarschijnlijk niet eens, oké? Dan konden we gewoon Broek even uit. Kun je nou ziek worden of niet? Nee, ik heb toch zo'n kappie op. Maar hoe werkt het verder dan? Moeten we een spuit halen zodat we bestemd zijn tegen deze Broek even griep bij het ziekenhuis? Inderdaad. Okay, dus we zijn aan het werk, inderdaad, om een spuit te ontwikkelen. Allemaal in ons eigen huis, blijven met de deur op slot en precies. Er mogen geen andere mensen in je huis komen, geen bezoekers, niks. Ik mag geen feestje geven, geen vrienden uitnodigen. Alleen enkel familie. En stel, je bent met mensen aan het praten, moet je wel 1,5 meter afstand houden, hè? Oké, nou, ik heb mijn vraag gesteld. Iemand anders nog vragen? Ja, ik heb nog vragen, zeker weten. Nou, wat moeten we hier gaan doen in de toekomst? Inderdaad, goede vraag. In de toekomst. Maar eerst moeten we afwachten op het vaccin. En als die binnen is, dan kijken we verder. Oké dan. Ik weet genoeg. En hoe worden we op de hoogte gehouden? Via het nieuws? Inderdaad. Gewoon via het nieuws. En krijgen we een uitnodiging om die prik te halen? Of hoe werkt dat? Wordt het thuis gestuurd? Ja, hoe werkt het allemaal? We hebben antwoorden. U krijgt online een mail.
Want alle postbezorgers mogen natuurlijk ook niet op straat. Hoe kom ik dan nu thuis zonder dat ik in aanraking kom met andere mensen? Ik bedoel, ik sta hier wel heel dichtbij, bij arts. Staat geen anderhalf meter. Afstand houden. Anderhalf meter afstand, ja. Nee, jij moet afstand houden. Ik zit hier bij de plant. Anderhalf. Nee, dat is bij die plant daar moet je staan. Oké, hier zo. Ja, dat is wel. Ja, dit is perfect. Oké, kom ook afstand houden, iedereen. De auto staat nog een stuk verder op. Je mag hem wel mee met mij rijden als je wil. Nee, bedankt. Zou je mij naar huis kunnen brengen, meneer de politieagent? Ja, zeker, dat kan. Rustig, je bent wel echt heel erg aan toest en je loopt ook mega raar. Oké, ik hoop dat het medicijn snel komt, dokter. Sorry voor het verheffen van mijn stem. Dat komt zo spoedig mogelijk. Ik wil sowieso even mijn excuses aanbieden, oké, naar u. Wat u doet, daar heb ik respect voor. Dokters zijn hard, werkende mensen, oké. Ik bedoel, zorg, daar moet je sowieso respect voor hebben. Dus ik heb daar respect voor, meneer, sorry. Dankjewel. Ik weet gewoon even niet wat me overkomt en overkwam en ik reageerde in emotie, oké. Ik hoop dat u een oplossing kan vinden en dat u broek even gaat redden, oké. Ik ga met u mee, agent. Anna, als je moordt, probeer Tommy en Sam en Zoe allemaal te bellen, oké? Vraag hoe het met ze gaat. Ik zal even zeggen waar ik woon. Dank u wel voor de rit, oké? Ja, geen probleem. Ja, hou je taai, hè? Tijdens deze lockdown. Ja, u ook. Jongen, zijn we dan thuis? Deur op slot. Ik mag geen contact hebben met mijn vrienden. Niet met familie, alleen met mijn gezin. Maar ik woon hier met eentje natuurlijk. Zelfs Sarah, mijn vriendin, mag hier niet langskomen. Alleen, ik weet niet wat er is, maar laten we dat kapje even uitdoen. Dan praat het makkelijker. Nou ja, er is dus blijkbaar een of andere Broekhaven lockdown. Er is een virus, oftewel een griep uitgebroken in Broekhaven, waardoor iedereen heel erg ziek wordt. En dit virus kan nog best wel gevaarlijk zijn en daar moeten we zeker voor oppassen. Alleen, ja, tot die tijd moeten we binnen blijven. Moeten we vanuit huis werken. Wat er ook aan de hand is. Het heeft mij tenminste niet te pakken. Ik voel me helemaal... wat is dat? Is opeens een hoestbui? dat gaat niet goed. Even wat water drinken hier zo. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Het lijkt wel alsof ik ook ziek word. Ik